In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Bergijk Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom bij... Radio Bergijk. Ja, het is misschien voor u een beetje verwarrend, maar het is nu weer Radio Bergijk. Voorheen Bergijk Radio, wat weer voorheen Radio Bergijk was. Het is nu weer Radio Bergijk. Voorheen Bergijk Radio. Wat weer voorheen... Radio Bergijk was. Het is nu weer Radio Bergijk. Voorheen Bergijk Radio. Wat weer voorheen Radio Bergijk was. Het is nu weer Radio Bergijk. Voorheen Bergijk Radio. Wat weer voorheen Radio Bergijk was. Het is nu weer Radio Bergijk waar u naar luistert. En u luistert nu naar Toon Sporenberg. En, ja, mag ik niet? Nee, even wachten. U hoort het misschien al, er is iemand bij mij aan tafel aangeschoven, die u misschien uit een ver verleden nog wel kent. Zal ik het nu zeggen? Nee, stil. Die een tijdje volkomen de weg is kwijt geweest, verdwaald, geestelijk in de war, ontoerekeningsvatbaar. En ja, volkomen van de wereld, het is niemand minder dan, ook niemand meer trouwens, ook niemand meer dan Peer van Eersel. Die weer bij mij aan tafel is. Ik heb hem met een anaal akkefietje geassisteerd. En daarna zijn we bij Beeks wat gaan drinken. Toen hebben we elkaar in de ogen gekeken. Toen is meneer Van Eersel op zijn knieën gegaan. Nou, dat zou je niet zeggen. Jawel. Nee. Meneer Van Eersel is op zijn knieën gegaan. En dat kwam niet door de drank. Maar dat kwam omdat mijn ogen hem als het ware die handeling ingaven. Maar niet zeggen wat ik daarna bij je gedaan heb, want dat vind ik onsmakelijk. Nou, dat vond ik zelf ook onsmakelijk, dus daar zal ik het inderdaad niet over hebben. Meneer Van Eersel wil het goed maken en begint mijn gulp open te knopen. Nou ja, ik... gek. Nou, in ieder geval, dames en heren, we gaan dus weer verder. Onder de naam die u misschien ook wel zo prettig vindt, omdat u hem al zo lang kent, namelijk Radio Bergijk. Hoofdpresentator, ankerman, Toon Sporenberg. Met een manesje van alles. Namelijk Peer van Eersel. Voor de kleine klusjes. En af en toe is een bijdrage. Ja, goeiedag dames en heren. Hier hoort u het weer, het sympathieke radiostemgeluid. Laat dat woord maar weg. Peer van Eersel, moet je nog iets drinken, ja. Toon? Ja, ik zou graag een kopstootje drinken. Nou, dan ga ik dat eens voor jou lekker verzorgen. Haal jij dat maar eens even voor meneer Sporenberg. Oh, daar heb je haar ook. Oh. Ja. Sorry, ik was op de markt en het... Dag, Albertine. Albertine, Peer van Eersel zit ook weer aan tafel. Want toen ik de uitzending verliet om Peer ergens mee te helpen... hebben wij een soort vrede gesloten. Wat krijgen we? Ja, dus daar moet je maar aan wennen. Vrede gesloten? Ja, het is misschien een heel groot woord, vrede, maar... Maar, Peer, als ik zo vrij mag zijn, heb jij met een pelikaan gevochten? Wat is er gebeurd? Wat zie je eruit? Wel een en ander heeft zich verplaatst. Wil jij misschien wel drinken, Albertine? Maar lekker? Waarom sta je? Waarom zit je niet? Nou, dat is omdat we staande op radio maken. Draai eens om, dat ziet er heel niet goed uit. Wat? Nou, nee, laat maar. Wil jij ook misschien een kopje? Zal ik eens een lekker kopje stootje maken voor jou? Ja, ik wil wel wat drinken, maar heb jij... Je hebt niet eens een Albertine, lang... Albertine, we zijn al in de uitzending. Dus, Oh, excuses. Ja. Nee, ik denk omdat hij geen eens een broek aan heeft. Goed. Toon, een kopstootje. Heel graag. En Albertine, een kopje van... Een kopje thee graag, ja, met een zakje. Thee. Hebben we dat? Maar, jawel, er staat er een doosje, dat heb ik ingebracht. Ik ben even druk bezig in de keuken voor jullie allebei. Ja, heel graag. Ja, gezellig, hè, met z'n drieën. Ongelooflijk. Dat moeten we nog maar afwachten. Albertine, hij loopt ook heel moeilijk. Hij loopt heel moeilijk, maar dat moet je maar niet al te veel met lastig vallen. Albertine, wil je misschien een koffie bij? Ja, graag. Lekker. Ga ik even halen. Nou,
Ja. Albertine, dus het is tegenwoordig... Dus Bergijk, vanaf... radio... Luister nou eventjes. Het is dus vanaf nu zo dat we met z'n drieën doen. Dus ik hoop dat je daarin kunt schikken. Kijk, ik hoop niet dat hij mij nu hoort. Kijk, meneer Van Eersel heeft natuurlijk toch een bepaalde ervaring. Ik geef het niet graag toe. Maar... Bedoel je dat hij veel heeft meegemaakt, of wat? Ja, en we hebben samen ook... nou ja, in ieder geval... Ook veel meegemaakt. In ieder geval... Of is het gewoon heel moeilijk om... We hebben het daar maar niet over! Sorry. Is het moeilijk om elkaar weer in de ogen te kijken? Nee. Is dat wat het is? Nee. Oh, daar ben ik weer. Hier, een kopstootje. Dankjewel. En een lekker kopje thee. Goed. Ik heb vandaag weer een knutselhoek voorbereid. Ik weet niet wanneer jullie die er dan in willen hebben. Dat maakt mij verder niet uit. Hoe lang is de knutselhoek? Nou, een minuutje, zoals altijd, hè. Maar ik weet niet, misschien wil Peer nu wel, die is er nu tenslotte weer ook. Nee, dan moet je aan Toon vragen. Toon is de baas, Toon is de ankerman, Toon is, weet het, alles beter. Ik heb anders wel een zwemband, Peer. Ik heb anders wel een zwemband in mijn tas om als windring te fungeren, dat jij toch kan zitten. Want ik vind het zo'n naar idee dat jij de hele uitzending staande door moet brengen. Als je die voor mij mee zou kunnen nemen. Nee, die heb ik bij me. Oh, heb je die bij je? Ja, die heb ik bij me. Zwemband. Dat is de zogenaamde windring, maar het is gewoon een zwemband met een gat erin. Kijk, hij zit hier in mijn tas. Die moet jij gewoon netjes opblazen. Oh ja. Kijk, heb jij trouwens muziek op staan of zitten we gewoon... Ik ben nou helemaal... Je hebt geen muziek op staan. Goed stevig doorblazen. Wacht even. Dus het betekent dat mensen dit gewoon de hele tijd zitten te horen. De mensen horen dit, wat wij nu zitten te doen. Dat horen de mensen de hele tijd. Je hebt niet gewoon een muziekje opgezet. Oh, wacht even. Ja, klopt. Dit horen ze ook. Dus wat ik nu zeg, horen ze ook. Het feit dat ik pislik op je ben, godverdomme, dat ik je... En dat Peer een band zit doe op... Nou maar dingetje dat horen de mensen nu ook. Doe nou maar het ventieltje erin. En wat zei Albertine nu? Nou is het te veel lucht uit. Hou hem nou dicht! Hou hem dicht! Dit geluid nou van een zwembad die leeg loopt, waardoor het klinkt als een scheet. Horen de mensen dat ook? Zeg Peer, nou is hij te slap hoor. Dan moet ik weer overnieuw beginnen. Ik krijg de dokter niet op. Godverdomme. Blaas jij dan gewoon, dan ga ik straks een dopje erop doen. Tijdje. Dit horen de mensen allemaal! We maken ons volstrekt belachelijk als radiostation op deze manier. Nou, zal ik dan misschien straks mijn rubriek doen of iets anders in gedachten? Ik ga even naar het eetje toe. Doe jij maar een knutselrubriek. Oké, goed. Dopje erop. Mensen horen het toch allemaal. Maakt nou niks meer uit. Laat mij dat dopje er nou even op doen. Wacht even. Laat mij dat dopje er nou even op doen. Peer, laat mij dat nou gewoon netjes doen. Zo loopt dat ding gewoon leeg. Dan heb je er niks meer aan. Dan heb je... Ja, nee. Nee, ik kreeg dat dopje er niet op. Nee, kijk, laat ik mij dat even buiten staan luisteren aan de radio. En mensen horen alles. De mensen horen alles. Ik word knettergek. Goed, dan dit is Bergijk Radio. Of is het Radio Bergijk? Weet je, kijk je, wat is het nou? Wat? Bergijk? Ja, het is in Bergijk. Dat weet ik ook. Maar is het Radio Bergijk? Albertine, het is Radio Bergijk. Ja, Bergijk. Ja, ik hoor niks. Wat gek is. Bergijk, radio of radio Bergijk? Albertine, het is Radio Bergijk. Kijk, voor mij maakt het niet... Wat zeg je? Het is Radio Bergijk. Ik versta je niet, want je zit steeds met die grote windring. Tetje, zeg het even gewoon in mijn koptelefoon. Die staat niet aan. Ik hoor je niet. Peer, ik hoor Tetje niet. Wat moet ik dan doen? Wacht even. Hallo. Ik hoor Tetje niet. Nee, niemand hoort Tetje. Toon, is het alleen Radio Bergijk of Bergijk Radio? Maakt nou niet meer uit. Tetje... Kun je alsjeblieft... Stil hou! Radio Bergijk. Bek God noem het je. Tijdje, kun jij bekdicht muziek of chaos muziek opzetten? Laat mij dan dat dopje zo trekken. Ik vind het wel gezellig met z'n... Laat mij dat dopje... Peer, geef mij dat ding nou. Laat mij dat dopje er nou gewoon op. Dan kun jij ook zitten. Ik vind wel een goed idee met z'n drieën. Je wordt licht in je hoofd, hè? Je moet niet zoveel blazen. Hier, doe jij het maar op die manier. Dat lukt mij niet. Kijk eens het hoofd tussen de knieën, want ik zie dat jij te wit bent van dat blazen. Ach.
tot zover deze uitzending. Voor alle ziekenbergeikenaar. Is nog niet de uitzending afgelopen? Goed, zal ik dan nu... Jij, zal ik dan nu mijn knutseltipje doen? Ik zit hier toch met mijn materiaal. Ja. Peer, kom op, we gaan kopstoten drinken met Beeks. En doet zij de knutselhoekje en zijn wij weg. Goh, ik maak er wel een einde aan. Dat is goed, jongens. Oh, dat is goed nieuws. Neem die windring maar mee voor thuis. Goed. Dag Albertine, dag. Tot morgen. Gaan we gewoon door? Tetje? We gaan gewoon door. Goed, beste bergeikenaar. Of eigenlijk is dit bedoeld voor de vrouwen van Bergeijk die weinig te doen hebben. Maar waar ik toch veel klachten van hoor. Heel vaak hoor ik Albertine, jij weet zoveel, je bent zo creatief. We hebben zoveel muizen in huis, we willen ze niet vermoorden. Dat is tegenwoordig een beetje de tendens. Maar we willen er graag iets aan doen. Ze zijn zo saai, ze zijn zo grijs. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Muizen zijn saai en grijs. Ik heb hier een doosje met muizen mee. Je hoort ze al een beetje trippelen. En als ik inderdaad naar ze kijk, het enige wat er een beetje leuk aan is, zijn hun oogjes. Dat zijn kleine kraaloogjes. En kijk deze bijvoorbeeld. Ik zal hem even op mijn hand zetten. En dat piepen, dat is natuurlijk ook gezellig, maar het ziet er niet uit. Wat ik nou bedacht heb, hoe kun je van een muis iets leukers maken, iets gezelligers? Bergeik Radio. Belangrijk, wat je nodig hebt, is een paar fluoriserende stiften waar je normaal teksten mee kan onderstrepen als je iets met tekst doet. Radio Bergeik. Te koop bij elke gewone doe-het-zelfzaak of die hele grote winkel waar ik nu de naam niet van mag noemen, maar dat is de Haarlemse Eenheidsmaatschappijwinkel. Die stiften kun je gebruiken om bijvoorbeeld de oortjes op te fleuren. Dat zal ik dan nu echt doen met dat mooie roze. Ik moet dat muisje dan wel even achter zijn kopje pakken. En dan niet daar knijpen, want die beesten zijn echt zo de laan uit. Ik pak hem bij zijn kop. Kijk, dan worden zijn pootjes stijf. Dus dat is leuk om eens te proberen. Dan hangt hij er zoals een kip op de kop erbij hangt, hangt die muis er dan bij. En dan kleur ik heel voorzichtig die fijne oortjes roze. Goed, dat heb ik gedaan. Wat je nog meer nodig hebt is een heel fijn scheermesje. Want wat wel leuk is, het is leuk om elke muis een naam te geven. Nou, deze noem ik bijvoorbeeld, ik weet niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dus ik noem hem Roy. Dan met dat scheermesje ga ik heel klein bij die zachte haartjes dat naampje in scheren. Dus dat doe ik dan nu. Doe dat voorzichtig, hè, want het moet geen littekenweefsel worden. Het moet gewoon bij die naam blijven. Dus dat die haartjes iets dunner worden. Sommige negers hebben dat ook wel eens op hun hoofd. Dat je gewoon die naam ziet staan. Dat doe ik dan. Hou hem ook weer achter zijn oortjes. Hè, dat hij lekker stijf en rustig hangt. Oh, oké. Okay, dan loopt hij. Kom eens hier. Nou, oké. Okay, Roy. Dan zit hij terug bij die andere. Deze dan. Wacht, kom eens even. Kom eens hier. Kom eens. Kom dan. Ik pak je zo. Ja. Oh, die is een ander. Oh, wacht. Oh, die is een nare. Die is een rotbeest. Nee, die zet ik terug. Die doe ik niet. Dan doe ik deze. Maar die heet dan natuurlijk geen Roy. In ieder geval, scheer gewoon een naam in een ruggetje. Fleuriseer gewoon de oortjes. Wat je ook kan doen, is altijd leuk de tandjes bijknippen. Die zijn meestal wat te lang en irritant. De pootnageltjes altijd mee oppassen. Kunnen wel wat korter, dan is het trippelen ook wat minder druk. Zo zou ik zeggen, laat je fantasie de vrije loop. En je kan ook altijd nog met blaadjes aan de gang. Goed, we zijn weer aan het einde gekomen van Radio Bergeijk. Radio, zal ik het maar even zo noemen, want ik weet het nu even ook niet meer, maar het is duidelijk. Bergeijk Radio. Het radiostation voor Bergeijk. Voor alle Bergeijkse mannen, hou je in. En voor alle Bergeijkse vrouwen, kop op.